Ik weet dat het u voor u lastig is, maar wilt u gebruik maken van de microfoon als u een vraag stelt? Dat doe ik wel. Ja, meneer de rechter, ik wilde toch wel een vraag stellen, in dit geval aan mijn cliënt, ten aanzien van de foto ja, die door de officier zo abrupt nog is overgelegd. Abogado Sofía Lenny, quiero hacer una pregunta tocante el portrato ha sido presentado por el señor fiscal abruptamente. Ja, een vraag aan mijn cliënt. Herken je deze persoon die naast jou gehurkt hier is als de heer Cuas? Wat dan reconocer que esa persona con la mano y voz de que es como el señor Cuas? Más o menos. Men of meer. Denk jij dat deze persoon, zoals hier op de foto vermeld staat, de heer Cuas zou kunnen zijn? Of een andere persoon? Want ik heb een persoon die liever een portret heeft. Ik poort aan meneer Cuas of een andere persoon? Ja, dat is een persoon. Het is wazig, wazig. Ik kan het niet goed zien, want het is wazig, wazig. Dan nog een laatste vraag. Een ultima pregunta. Ik hoorde je daarnet zeggen dat dit niet van jouw Facebook zou kunnen zijn afgeprint of uitgeprint. Voor zover je kan herinneren, heb je ooit zo'n foto geplaatst op je Facebook? Nooit en te nemen. Oké, dat was het. Is het dan de pregunteren? Wat u betreft hoeven er geen stukken meer voorgehouden te worden uit het dossier? Nee. Nou, meneer Damascus, ik ga met u verder spreken over de tweede beschuldiging op uw telastlegging. Meneer Damascus, daarbij continueren.